Is dat jou? Hij kan. Oké. Alright, guys. Daar zitten we dan, hè, in de lockdown. Daar zitten we dan. In de lockdown. Het is februari 2021. De 22e om precies te zijn. De dag van de bartender. International Bartender. World Bartender Day noemen ze het. Dus wij dachten van, nou, we gaan weer even een How Not To Make Classic Cocktail maken. Nou, is een van de meest verkochte cocktails hier bij ons. Onze twist op de Mai Tai. Klassieke tiki cocktail met rum en wel of geen ananassap, maar wel zeker met limoensap, amandelsiroop, klein beetje suiker, bitters en sinaasappellikeur. En wij dachten van, nou kijk, die Mai Tai, die kun je gewoon bij ons bestellen. Het is gewoon online. In de bio zie je zo meteen een link, kun je klikken en dan kan je bestellen. Maar soms dan maken we filmpjes gewoon omdat we een beetje boord zijn over hoe je het dan niet moet doen. En als je nou cocktails wil gaan maken en je wil zeker weten dat je er eentje maakt hoe je het niet moet doen, dit is onze tutorial ervoor. Dus in plaats van de Mai Tai gaan we vandaag de Magnificent Mais Tai maken. Helemaal gebaseerd op mais. En nu ik dat zeg, bedenk ik, gaan we toch... Kijk, normaal gesproken wordt een Mai Tai gemaakt met rum. Maar omdat het een maistai is, halen we de rum weg. En zetten we er een mais gebaseerde spirit neer. Namelijk bourbon, die is voor minimaal 50% gebaseerd op mais. Wat we er verder voor nodig hebben, is een sinaasappellikeur. Quantro in dit geval. Niet omdat we dat de lekkerste vinden, maar we vinden wel de mooiste fles die we hebben. Is namelijk deze. Die. We hebben mais van Bon Duel. Dat moet ik er wel bij zeggen. Andere merken die zijn minder crispy. En we hebben corny syrup. Ik weet ook niet hoe we daar aan komen, maar ja, die hebben we gewoon. En we hebben cornflakes. Van Kellogg's, om wel te verstaan. En als je nou ooit wil weten hoe cornflakes bedacht is, dan moet je dat even gaan googlen. Waarom is cornflakes bedacht? En dan zie je een heel mooi verhaal. Dat waarschijnlijk net zo waar is als de receptuur die je nu gaat zien. We beginnen, denk ik, met die cornflakes. Die cornflakes die moet je een beetje fijn stampen. Dus dat doe je in een glaasje. Met je vijzel erop, of een muttler zoals het dan heet bij ons in de bar. Dat is een beetje een fancy woord voor een stamper. Maar okay. Als het wat fijn gestampt is, dan doe je dat mooi op een treetje uitspreiden. En dan pak je een sinaasappelschijfje. Of nou, het is geen schijfje, het is een padje. Snijd je mooi af. En dan maak je de buitenkant van het glas, dat is heel belangrijk, nat. Niet de binnenkant, want dan gaat het ook aan de binnenkant zitten, dat willen we dus niet. En dan doop je het glas. Ja, fucking nice, het werkt ook. Het is de eerste keer dat we maken, dus dan heb je zo'n mooie cornflakesrand. Nou, dat is mooi, dus dit kan weg. En dan hebben we een shaker nodig, want we gaan die cocktail shaken. En een Mai Tai is een variatie op een daiquiri. Een daiquiri, daar gaat sowieso limoensap in. Nou, hebben we het, heel toevallig hebben we limoensap, want het is een cocktailbar. Gewoon een jigger. Het is een oude mans jigger, heb ik net gehoord. Het handige van deze jigger is dat er lijntjes aan de binnenkant staan. Ik kan ook deze pakken. Dat ga ik ook gewoon doen. Het is de moderne barmans jigger. En dan hebben we 30 ml, nou 25 ml van die limoensap nodig. Nou, die gaat lekker in je jigger, of gaat lekker in je shaker. En dan hebben we die corny syrup nodig. En zoals je ziet laten we de alcohol nog even lekker staan. Dat is met een reden. Want als je een foutje maakt, dan heb je niet je mooie drank verpest, maar dan kun je gewoon helemaal opnieuw beginnen. Dan gooi je een beetje sap en siroop weg. Die corny syrup, die hebben we zelf gemaakt.
Want we zijn naar de winkel gegaan en toen hebben we die fles gekocht, overgegoten in een ander flesje. Mooi labeltje op gedaan. Nou, denkt iedereen dat we hem zelf gemaakt hebben. Het werkt perfect. En voor een extra mais twist hebben we hier wat maiskorrels van Bonduel. Nou heb ik dit precies afgemeten. Het zijn 132. Die gooi je er gewoon in. Zo, allemaal. Nou, allemaal. Nu wel. Die zitten erin. En dan pak je weer je stamper. En dan hoop je dat ze fijn gestampt worden. Dat weet je nooit zeker van tevoren. Altijd een beetje gokken. Daarom doen we daar ook heel lang over. Zodat we zeker weten dat we nou, de meeste wel gehad hebben. Je kan het ook met popcorn doen, maar dan is het net anders, zeg maar. Dus, nou, dan zit dat erin. De siroop, de limoensap, de mais. Oh ja, en dan is de sinaasappellikeur. Van die sinaasappellikeur kun je heel veel verschillende merken gebruiken. Nou ja, wij hebben Cointreau. En het voordeel van Cointreau is dat het een vierkante fles is. Kijk, ronde flessen. Er zit minder inhoud in, want zo'n vierkante fles heeft net die hoekjes extra, zeg maar. Dus dat is altijd inkoopvoordelig. Dus vandaar dat we Cointreau gebruiken. Dus doen we 20 ml erbij. En dan de mais-based whisky. Hè? De whisky van Amerika. Maker's Mark. Ik noem het meestal Marco's Mark, want mijn naam is Marco. Of Maker's Marco, kan ook. Maar goed. Daar hebben we in ieder geval 50 ml voor nodig. Nou schiet ik altijd een beetje uit, dit is 55 ml. En dan hebben we bitters nodig, want om een cocktail, om een gemixt drankje, een cocktail te maken, heb je eigenlijk cocktailbitters nodig. En dat zit altijd in van dit soort hippe flesjes, nou, daar hebben wij er heel veel van. Het zijn allemaal dezelfde. Enig verschil is kleur, smaak. En dan doen we dan een paar van die scheutjes in. En scheutjes, dashes op zijn bartenders. Dit zijn sinaasappelbitters, tenminste staat erop orange, dus dat geloof ik er maar. Nou ja, drie dashes. En dan hebben we angostura bitters. Nou zijn dit verse. Nou was ik laatst bij een cocktailbar verderop op de Neude. En daar hadden ze geen verse. En dat proef je meteen. Dus weet je, zo. 1, 2, 3. En die bitters die zorgen dat je cocktail net een ander smaakje krijgt, zeg maar. Dus je moet het zien een beetje als dat je groentesoep maakt en je hebt allemaal verschillende soorten maggi. Welke maggi pak je, waar heb je zin in? Nou, dat is het. Nou zit alles erin. En dan gaan we ijsklontjes erbij doen. Dat doen we met een schepje. Nou ja, zoveel als dat past. Ik denk. Oh. Die gaat erbij. Shaker erop. Nou heb ik zo'n shaker die je niet hoeft te slaan, want dat zie je wel eens bartenders doen. Dus slaan ze slaan is moeilijk losmaken. Deze zet je er gewoon op. Klein beetje vastdraaien. Daar zit erbij. En nou dachten we eigenlijk, we zetten dat muziekje van Mais Canada eronder. Maar dan krijg je weer zo'n YouTube blok van copyright. Dus dat moet je er even bij denken. Nou, en tijdens dat shaken gaan al die ingrediënten goed vermengen. En wat er dan gebeurd is, is dat je drankje ook heel koud wordt. Dat is een pro voor een cocktail, dat die koud is. En het voordeel is ook dat er smeltwater ontstaat, dus het alcoholpercentage wordt een klein beetje lager. En zodat je er meer kan bestellen. Dat is eigenlijk het idee. Nou, soms dan zie je ons proeven eigenlijk altijd op. Om te kijken of het wat is. Nou, ik vind hem lekker. Ik vind hem echt lekker eigenlijk. Oké. En dan zeven we hem uit. Dus dit dingetje, dat is een hele ingewikkelde zeef. Die houdt de meeste dingetjes tegen. Maar voor het geval dat je dingetjes mist, dan heb je ook nog zo'n theezeef. Dan gooit je door. En kijk, meten is weten. Dus als je alles hebt afgemeten, dan weet je zeker dat alles past. En die kleur,
van de cocktail, dat noemen we maisschil. En niet dat je schil kijkt, zeg maar het is maisgeel. Dus je moet het goed zeggen, niet te snel, want anders dan gaan mensen je verkeerd verstaan. En dan gaat het uiteindelijk om de garnering. Kijk, wij leggen er altijd een viltje onder. Je zou barsvetjes kunnen gebruiken, maar die moet je. Er staat geen reclame op, zeg maar. Dus viltjes zijn bij ons makkelijk. En dan hebben we hier een babymaisje. En omdat het een variant is op een tiki cocktail, wat natuurlijk een hele tropische cocktail is, dachten we, nou, we maken een palmboompje. Dat doe je door babymaisje te kopen. Doe je gewoon in de supermarkt. Deze komt bij de Jumbo vandaan. En dan prik je daar een gaatje in, dan doe je daar een beetje munt bovenop en dan hang je dat erin. Kijk, toen ik het testte was het mooi, hè? Ja, anyway, je hangt het erin. En dan zet je hem neer. En dan zeg je alsjeblieft. Dat is 9 euro alsjeblieft. Cheers. Hij vond dat mijn. Nee, maar serieus. Vooral die crunchy. Hij is echt lekker. Het valt reuze mee, toch? Ja. Ja, dat dacht ik. Ik vind hem wel een beetje corny. Ik vind hem ook heel corny. Maar hij is wel lekker.